Het malaria-programma van het ministerie van Volksgezondheid heeft het boekje Samenvechten tegen malaria in Suriname uitgegeven. Het boek zal worden overgedragen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ten behoeve van de basisscholen. Volgens Helene Hiwat, coördinator van het malaria-programma, is dit boekje tot stand gekomen door tussenkomst van de Global Fund. De organisatie zal volgens Hiwat proberen om het boekje in meerdere talen uit te geven. Zodat eigenlijk de barrière om die informatie te krijgen zo laag mogelijk is. En dat mensen dit goed kunnen oppakken. En we zullen de strategie die we dus bezig zijn te implementeren ook continu evalueren en aanpassen. Zodat we zo effectief mogelijk bezig zijn. Onze belangrijkste donor is het Global Fund. Maar ook niet zonder de samenwerking met het ministerie vanwege het IDB-project wat het ministerie heeft. En zij zijn met name verantwoordelijk geweest voor het drukwerk. En we zullen ook binnen het IDB-project verder gaan met de andere talen waarin we dit boekje zullen uitbrengen. Dus dat is één stakeholder. We zijn, net zoals ik net al zei, heel dankbaar aan het ministerie van Onderwijs. Die dit stukje voor ons wil oppakken om het na de kinderen, met name de kinderen in het binnenland, maar ook algemeen de jeugd van 5e en 6e klas basisschool te brengen. Rakesh Gaidar Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, is de mening toegedaan dat niet omdat Suriname een heel laag cijfer heeft van malaria, de samenleving niet geïnformeerd moet zijn en blijven. Patricia Daniel, hoofdbureau Onderwijs Binnenland, die het boekje in ontvangst nam, gaf aan dat het goed gebruikt zou worden. Zodanig dat velen niet meer weten wat malaria is. En dat moeten we niet vergeten. We moeten niet vergeten wat malaria is, wat malaria in het verleden gedaan heeft. We moeten niet vergeten hoe we kunnen voorkomen, zodat we niet weer in zo'n situatie terechtkomen. Dus vandaar dat we nu uw hulp nodig hebben om dit te blijven, om dit verhaal eigenlijk door te spelen. En vooral naar de jeugd toe, zodat men alert blijft en zodat wij allemaal weten hoe wij malariavrij blijven. Collega, alstublieft. Ik denk dat we het heel goed kunnen gebruiken, vooral in het binnenland. En dan gaat het niet alleen om de gebieden waarvan we weten dat men aan goudwinning doet. Ik heb de presentatie van mevrouw Hiwat gevolgd. En we moeten blijven werken aan het bewustwordingsproces. Dus ik denk ik weet dat we heel goed gebruik zullen maken van dit boek. De samensteller van het boekje Samenvechten tegen malaria in Suriname, Katja Delfoa, gaf aan dat kinderboeken makkelijker zijn voor de doelgroep om de opgenomen informatie over te dragen aan anderen. De overdracht van het boek vond plaats in de buitensociëteit Het Park aan de Combeweg.